En dan, ja, hij weet het al. Wat een triomf, wat een triomf. Voor de 8e keer in totaal. Zijn 11e BK-medaille is dit. Alleen zilver heeft hij niet, maar dat zal hij helemaal niet erg vinden. En zijn eerste medaille, een bronzen, behaalde hij in 1999 al. Na Mark Janssens en Mario de Klerk. En zijn eerste titel pakte hij in Gent in 2000. Op de Blaarmeerse, waar het Belgisch kampioenschap volgend jaar zal gereden worden. In 2013. Het is een echte zegentocht. En kijk eens hoe hij hiervan geniet, Sven Nys. Dan kan je denken, je bent 35 jaar, je hebt een palmares van hier tot in Tokio. En dan ben je nog zo gelukkig met een 8e Belgische titel. Het is fantastisch wat hij doet. En het is fantastisch hoe hij Albert toch op een ruime afstand heeft gefietst. 50 seconden en daar zal ongetwijfeld nog wel wat bij komen. En daar is iemand die het niet erg koud heeft bij deze winterse temperaturen. Ja. En de zegentocht van Sven Nys van dichtbij wou meemaken, maar die wordt redelijk flink naar de kant geholpen. Kijk hem genieten. En hoor dat applaus voor Sven Nys, de Belgische kampioen in hoogledengids 2012. Vorig jaar greep hij ernaast door ziekte, maar hij staat er weer helemaal. En hij is bijzonder blij met deze titel. Miserie gehad deze morgen, al wat je wil. En grote zorgen. En daar is Jan Verstraeten die hem knuffelt. En Paul van den Bos, zijn trainer, er ook bij. En Luc Verzelen, ze staan er allemaal bij. En ze zijn er wat graag bij om de kampioen te fêteren. En Niels Albert, ja, dat is toch een gezicht dat niet echt gelukkig is. Hè? Ja, iemand als Niels kan alleen maar naar hier komen om te winnen. En een tweede plaats is in principe een ontgoocheling voor hem. Hè? Dus het zal nu op het WK moeten gebeuren. En, hij bolt wel een beetje uit, dat is waar. Maar het is ruim 50 seconden. 52 om precies te zijn, de achterstand van Niels Albert. En Rob Peters die is bijzonder blij uiteraard. Hij werd al eens 2 keer Belgisch kampioen mountainbike. Maar dat is heel lang geleden. Op zijn 16e stapte hij over naar het veldrijden. De neef van Wilfried Peters. En zijn conditie, zijn goede conditie, onderstreept hij hier met een fraaie bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap. Dit zijn emoties. In een lokaaltje hier een beetje verderop, waar de renners naartoe geleid worden. Sven van Toernout. Ja, knap vierde. Knap vierde. En Tom Meeuwsen. Die is 5e. En ze hebben allemaal... Kenneth van Kompernolle was 8e. 3:05. En Jan de Nieuwelaar, die hebben we nog gezien, 42. En hier komt Kevin Pauwels binnen op 4:15. Dat is toch een ontgoochelend Belgisch kampioenschap voor Kevin Pauwels. Niks aan te doen. 10e plaats. Voor een van de favorieten. Een blije mens, maar precies ook een geëmotioneerde mens, Sven Nys. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt dat ik moet wenen van geluk en van emotie. Deze morgen dacht ik echt dat ik niet kon koersen. En dat heeft iets heel speciaals losgewekt in mij. En ik heb een heel uur eigenlijk met die emoties geworsteld. En ik was blij dat ik er de eerste ronde gewoon doorkwam. Ik was heel behoudend vertrokken met een beetje schrik van... gaat dat allemaal wel goed komen? En dan voelde dat de kracht terug is. En dan heb ik eigenlijk op emotie gekoerst vandaag. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik kan het moeilijk bedwingen. En dan aan de aankomst, die ontlading. Dat moet een speciaal gevoel zijn. Ja, ik word er natuurlijk niet jonger op. En als je dan op zo'n manier kunt de koers winnen en elke ronde kunt wegrijden. Dat is wel heel speciaal. Maar het feit gewoon dat je deze morgen denkt van ja, het is over. Ik moet iedereen teleurstellen. Ik kan niet naar hoogleden gaan. Dat is voor mij het ergste geweest. Nog 2 zegens en die 10 zijn daar. Ja, daar wil ik even niet aan denken. Ik denk dat dat een heel straffe nummer is wat Liboto heeft gepresteerd. En ik ben gewoon heel blij dat ik terug een heel jaar met die trui kan rondrijden. En ik heb gezien dat mijn ploegmaat vandaag 4e is. En ik zou nu aan de Belgische Wielerbond willen vragen. Hou hier rekening mee, want ik denk dat ik die jongen ga nodig hebben op het WK om de puntjes op de i te zetten. Om die 2e trui te nemen?
Ja, ik heb in de wereldbeker de vorige keer ook Sven aan mijn zijde gehad. En dat is belangrijk voor mij in de slaapkamer. Dat is belangrijk voor mij in de koers. Wetende dat hij misschien 1 of 2 minuten voor mij iets kan doen. Dat heeft ook veel betekend voor mijn eerste wereldtitel. En hij presteert nu heel goed in deze omstandigheden. En ik zou willen vragen als kampioen van België om daar als wielerbond rekening mee te houden. Oké, bedankt Sven en geniet nog van die nieuwe trui. Ja, dus Sven van Tournout, 4e plaats. En dat is hij niet vergeten. Inderdaad, hij heeft hem geholpen aan die eerste wereldtitel. Maar dit is echt een openlijke sollicitatie naar de bond, Erwin. Neem hem alsjeblieft mee. Ja, tuurlijk. Het is aan de bond en de eerste plaats aan Rudy De Bie om daar de beslissing over te nemen. Niet makkelijk, maar Sven is goed bezig, maar er zijn er nog wel een paar. Vandaag uitgevallen. Het is geen makkelijke beslissing. De 8e keer dus. Hier hebben we de uitslag met Albert op een 2e plaats. Rob Peters heeft de bronzen medaille. Sven van Tournout die misschien mee naar dat WK kan. Dat wil Nijs in elk geval. Hij heeft er openlijk voor gesolliciteerd. Tom Meuse, toch een mooie 5e plaats. Dieter van Tournout was 6e. Jan de Nieuwelaere op een 7e plaats. Kenneth van Kompernolle is 8e. Bart Arnouts 9e. En Kevin Pauwens kan nog even kijken op 4 minuten 15. Dus als 10e over de strepen komen hier in Hooglede Gids. Emoties waren er zeker bij Nijs. En die zijn nog niet helemaal weggeëpt, zie ik. Het is een topdag voor hem geweest. Het is een dag om nooit te vergeten. En zo heeft hij er nogal wel een aantal gehad. Vorige zondag in Baal zei ik tegen hem, dit is misschien wel de grootste demonstratie die je gegeven hebt hier in je eigen gemeente. En toen zei hij, dat denk ik niet, maar het is wel heel lang geleden dat ik dat nog eens kunnen doen heb. En eigenlijk heeft hij, wat hij vandaag heeft laten zien op een Belgisch kampioenschap, denk ik nog nooit laten zien, namelijk met zo'n grote voorsprong winnen. Ik weet het niet. Het is vaak op een Belgisch kampioenschap een secondenspel of dat hij wegrijdt in de laatste ronden. En tot over een paar jaar was dat zijn handelsmerk. Echt met een flitsende demarrage, op techniek ook. In de laatste paar bochten. 1 voor 1 op het podium. De missen komen eraan. De bondsvoorzitter zo dadelijk ook met 3 kleuren. Daar is Rob Peters al. Heeft zijn zoontje bij. Ja, inderdaad. Die heeft de laatste weken al een paar keer op het podium kunnen staan samen met Rob. Ja, en ik zei het al, het zijn wel kameraden, Nijs en Peter, samen nog in dezelfde ploeg gereden 2 jaar geleden. Stapte hij over naar Telenet Fidea en toen zette hij meteen al in die nieuwe trui een knalprestatie neer op het Belgisch kampioenschap. Toen 1e plaats, maar vandaag is het nog veel beter met die bronzen medaille. Pour les élites avec contrat en ce dimanche 8 janvier 2012 à Hooglede Gids. Hende als derde en wint een bronzen medaille. En een troisième, wat toch een medaille de bronzen, Rob Peters. Een beetje onwennig met die kleine, maar hij krijgt de bronzen medaille. Wat een fantastisch WK was dit voor hem en hoe sterk is hij bezig de laatste weken. Als je zelf kan zeggen van jezelf van ik heb me nog nooit zo goed gevoeld en dan kan je hier een bronzen medaille pakken, dan is dat natuurlijk fantastisch. Albert een trapje hoger, maar ik denk niet zo blij dan Rob Peters, dat kan je ook wel begrijpen. Zijn 2e zilveren medaille, hij heeft natuurlijk een pak Belgische titels gepakt bij de jeugdcategorieën. In Ambezoggen, in Tervuren, bij de belofte, bij de junioren, ook in Lille. En daar is Sven Nys op het hoogste gavotje en dan moet je maar eens luisteren naar dat publiek. Tijd voor de 3-kleur. Voor de 8e keer mag hij die aantrekken. En dan zien we Sven Nys, ik zou bijna zeggen, in die vertrouwde 3-kleur. Volgend seizoen weer rond fietsen. Morgen in Otichem al, neem ik aan. De bondsvoorzitter mag hem de gouden medaille omhangen. En bij een titel horen ook felicitaties van de minister, de Vlaamse minister-president en de Brabantsonnen natuurlijk.
Applaus voor Sven Nys, de fotografen erbij. En de emotie is toch nog wel een beetje hoor bij Sven Nys op dat hoogste schavotje van het podium van het Belgisch kampioenschap. Tijd voor ons om af te ronden in naam van Erwin Vervecke en de hele ploeg die hier hard gewerkt heeft vanmiddag. Wil ik u danken voor het kijken tussen 2:30 en 4:30. En graag tot een volgende keer.